Hoe gaat PvdA-leider Diederik Samsom de crisis te lijf? Gisteren presenteerde hij zijn plannen. Achter me aan. Vandaag gaat het over de inhoud en de nieuwe koers. Een land waarin we eerlijk delen, kansen bieden, vooruitgang creëren. Dat is het Nederland, dames en heren, waar wij voor kiezen. Met overtuiging. En vanaf vandaag gaan wij zoveel mogelijk mensen overtuigen om die keuze met ons te maken. Ik dank u wel. Goedenavond. We gaan met u praten over die lange termijn visie voor een beter Nederland. Maar eerst een aantal vragen. Dan mag u alleen ja of nee op antwoorden. Dat vrees ik al. Ja. Heeft u vannacht goed geslapen? Jazeker. Heeft u vandaag nog gemopperd? Nee. Vindt u ook dat Wouter Bos u te weinig heeft geïnformeerd? Nee. Is de Partij van de Arbeid de meest linkse club van Nederland? Nee. Wilt u de volgende premier van Nederland worden? Ja. Geeft u thuis ook veel meer geld uit dan er binnenkomt? Nee. Is religie een positieve kracht in de samenleving? Ja. Is het... Die lach, daar gaan we het zo meteen over hebben. Is het denkbaar dat de Partij van de Arbeid gaat samenwerken met Rutte en met de VVD, dus in Rutte 2? Ja. Gaan we dit jaar nog naar de stembus? Ja. Komen er zonnecollectoren op de collectoren? Hoe heet ze? U weet het. Zonnecollectoren of zonnepanelen. Ja. Op het torentje, als u premier wordt. Ja, dat heb ik al eens geprobeerd in een vorige bestaan. Moeten partijleden met dikke bonussen gerailleerd worden als PvdA-lid? Nee. Waarom lacht u toen wij die vraag stelden of religie een positieve kracht is in de samenleving? Nou ja, omdat ik de vraag wel van jullie had verwacht. dat is als eerste. En ik moest iets langer nadenken, omdat religie ook wel eens een splijtende kracht kan zijn in de samenleving. En dat vind ik geen positieve bijdrage. Mm-hmm. Maar misschien is dat niet aan religie zelf, of is de religie daar dan weer niet zelf schuldig aan. Maar ik ben niet onverdeeld positief over religie. Maar ik erken dat het in sommige gevallen en voor sommige gemeenschappen een heilzame werking heeft. Ja, maar er zijn eigenlijk twee stromingen in uw partij. De stroming Plasterk, zal ik maar zeggen, en Cohen, die zeggen religie moet je gebruik van maken. En de stroming Van Dam en Eddy Testal bijvoorbeeld, die zijn veel kritischer. Bij welke van die twee scholen hoort u? Bij geen van beide. Want ik vind te absoluut als je zegt, ja hoor, je moet religie uit elk deel van de samenleving bannen. Dat gevoel krijgt u bij sommige partijleden? Niet zozeer bij Van Dam, iets meer bij mensen als Terstal en dergelijke. Dat is hun goed recht, maar ik vind niet dat je er op die manier mee om moet gaan. Ik vind ook niet dat je religie op alle punten moet omarmen. En zo'n discussie kwam een keer op bijvoorbeeld bij een gebedsruimte op een hogere school. Ja. Ik vond niet dat die gebedsruimte daar moest komen, omdat er een gebedsruimte op 200 meter afstand zit. En misschien nog wel belangrijker, omdat die gebedsruimte in de school meiden die juist zich willen onttrekken aan de plicht om precies zich te gedragen volgens wat een geschrift dan zegt, en die zich daaruit emanciperen, die werden dan weer onder druk gezet om dat dan weer niet te doen. Dat vind ik een slechte werking van religie in dit geval. Dus toen koos ik voor het standpunt om niet die gebedsruimte in de school te staan. Zit er een beetje tussenin. Ja. Even nog die meest linkse partij, dat bent u niet? Nee, wij staan links van het midden. Welke partij is linkser dan nu? Nou, ik denk dat de SP dat wel wil claimen. En dat mag ook. Ze maken meer geld op dan wij. Ze veranderen minder dan wij. Ja, je zou kunnen zeggen dat is een andere partij. Dat is echt links. Ja, misschien. Nou ja, als jullie dat graag zou willen framen, dan... Ik zoek uw woord. Ja, nee. Op die lijn van links en rechts. En mensen willen heel graag partijen op links tot rechts zetten. Staan wij links van het midden. En staat de SP naast ons. En vandaar dat u wel wilt samenwerken met de VVD in Rutte 2. Ja, dat was een interessante vraag. Omdat ik heb met deze VVD, zoals die zich op dit moment gedraagt, zie ik het eigenlijk niet gebeuren. Maar ik heb ook een andere VVD gezien, ook onder Rutte. Dus als Rutte weer terug wil veranderen naar de liberale, groen, denkende Rutte die in het begin van zijn staatssecretariaat was. Dan mag hij mee. En wilde zijn. Dan mag hij mee. Het gaat dus niet om groen of minder groen. Hij moet weer groener worden dan vroeger. Dat vind ik wel een aardige eigenschap. En streng financieel, dat vindt u niet erg? Nee, dat mag de VVD zijn. En dan sluiten we wel ergens een compromis zoals dat in dit land gaat. En ik vind wel dat de stroming die ze nu ingedoken zijn... misschien ook wel omdat zij rechts van hen, om dat schisma maar te gebruiken... rechts van hen een partij zien waar ze electoraal van te vrezen hebben. Ja, dat maakt het voor een samenwerking heel ingewikkeld. Niks is onmogelijk in dit land... Maar op dit moment zie ik dat niet gebeuren. Maar nogmaals, Rutte komt uit een hoek die ik veel aantrekkelijker vond. Als hij daar weer in gaat staan, dan mag hij meedoen. Rutte 2 laten geboren worden vanavond hier. Ja, of mag ook een andere naam hebben, dat kabinet. Samson Heijn. Bijvoorbeeld. Wie weet. Even de actualiteit. Vandaag kwam de commissie De Wit met zijn rapport over de bankencrisis in 2008. Laten we even naar hem kijken. Met betrekking tot de verantwoording aan en controle door de Kamer achteraf... heeft de toenmalige minister van Financiën... in een aantal gevallen de Kamer niet tijdig en of
niet volledig geïnformeerd. De minister heeft daardoor de controlerende taak van de Kamer belemmerd. U zei net, ik ben wel op tijd geïnformeerd, Wouter Bos. Nee, u vroeg volgens mij of ik beter geïnformeerd had willen worden. Ik zei, vindt u ook dat Wouter Bos u te weinig heeft geïnformeerd? Ja, te weinig. Ja. Ik denk niet dat het te weinig was, dat vind ik oprecht niet. Maar ik moet het rapport nog lezen als ik daar iets gemist in heb. Dat zou kunnen. De belangrijkste kritiek van de commissie, die deel ik overigens wel. Het was niet altijd op tijd. Maar in de context van wat er toen gebeurde, was dat ook niet altijd mogelijk. Dat constateert overigens de commissievoorzitter zelf ook. Hij kon u niet op tijd informeren, zegt u? In sommige gevallen absoluut niet. Als Bos bijvoorbeeld tijdens het redden van ING had gezegd, nou, we zijn bezig een bank die om aan het vallen is te redden, en dat doen we over een week of twee. Nee. Ja, dan was die bank binnen een dag omgevallen en was dat hele redden niet meer mogelijk geweest. Maar is hem dan niks te verwijten? Op dit punt, op het informeren van de Kamer? Ik denk dat als je nu terugkijkt, zijn er een aantal momenten geweest. Ik zal dus de specifieke details besparen, maar ergens in de nasleep van het redden van zowel ABN AMRO als ook bij ING, kan je achteraf zeggen, misschien wat daar tijdiger geïnformeerd kunnen worden. Hmm. Ook toen gold wel een context van een crisisbestrijding die nog nooit iemand had meegemaakt. Nee, dus er zijn verzachtende omstandigheden, maar het had beter gekund. Ja, en die les moeten we ook gewoon leren. Had u als Kamerlid dat gevoel, toen het allemaal gaande was, dat u dacht, Wouter, geef mij meer? Ja. Maar dan hadden we ook moeten aangeven, en dat konden we toen niet, ook omdat wij niet wisten wat die informatie dan was, op welke manier dat dan had gemoeten. Vertrouwelijk. Dat wilde de commissie. De commissie Financiën was dat toen, daar zat ik niet in. Maar goed, mijn collega woordvoerders natuurlijk wel. Die wilden dat soms niet. Dat kan ik ook wel weer begrijpen. Die zeiden, dan zijn we aan iets gebonden waar we vervolgens niets mee kunnen. Openbaar, dat kon niet. Nee. Dus het blijft ingewikkeld. Het blijft ingewikkeld. Omarmt u het rapport op hoofdlijnen? Ja. Ja. En dus ook de kritiek, bijvoorbeeld dat we te veel betaald hebben aan België. Een miljard of vijf. We hebben, als je bedrijfseconomisch kijkt wat de bank waard was, hebben we een aantal miljarden meer betaald dan dat. Maar, zegt de commissie erbij, dat was niet alleen om de bank te kopen, maar ook om het financiële systeem, zelfs in België, te stabiliseren. Dus die Belgen denken nog steeds eigenlijk dat wij ze getild hebben. Ontwikkelingshulp is het eigenlijk. Ja, nou ja, ik geloof dat als je het heel letterlijk wil uitleggen. Ja, hebben we de pinautomaten ook in België aan laten staan. Ja. Ja, dat klopt. Heeft u Wouter Bos gebeld vandaag? Want u belt nog wel eens met oud-partijleiders. Ja, dat klopt. Wat heeft u tegen hem gezegd? Nou ja, ik wilde weten hoe hij tegen dat rapport aankeek. Okay. Ja, ik had het natuurlijk. Er kwam ook een persverklaring van Wouter Bos, maar dat wil ik dan ook wel zelf van hem horen. Ja. U heeft gisteren verteld dat u ook met oud-premier Kok heeft gebeld onlangs. Ja. Dat ging over de bonussen bij post.nl. Klopt. Op de eerste dag dat u leider was, geloof ik, van uw partij. Op de tweede volgens mij, maar in ieder geval vrij snel, ja. Wat was dat voor gesprek? Nou, ja, het was een gesprek zoals ik me niet had voorgesteld. Het eerste gesprek met Wim Kok, wat ik zou voeren als als zijn opvolger. Althans, met een aantal tussenpersonen ertussen. Maar ik vond wel dat het nodig was. U heeft hem echt vermaand, vermanend toegesproken. Voor zover iemand van 42 dat kan doen. Hoe doe je dat? Van 40, sorry, met Wim Kok als icoon. Ik heb een beetje met de zenuwen aan die telefoon? Nee, maar ik vond het niet een prettig gesprek. En ik, overigens, dat lijkt me ook logisch. Want ik moest, en ik wilde hem ook vertellen, dat ik vind dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt over wat mogelijk is op zo'n moment met bonussen van bestuurders. Ja, dat zei hij. Hij legde me uit wat de logica was achter het wel toekennen van de bonus en de prestatiebeloning. Want het ging om twee onderdelen in het pakket. En ik snap die logica wel vanuit een bepaald gezichtspunt bekeken. Maar dat was niet mijn gezichtspunt. Nee. Mijn gezichtspunt betrof dat van de werkvloer, waar duizenden mensen worden ontslagen. En op zo'n moment vind ik niet dat je zo'n bonus kunt toekennen. Nee. U vond elkaar ook niet voor de telefoon, in dat telefoongesprek? We vonden elkaar in het feit dat we een verschillende opvatting hadden en ook een verschillende verantwoordelijkheid over hoe we daarmee omgingen. Heeft u nog geaarzeld of u dat openbaar zou maken? Want het is toch een beetje van, kijk maar, eens de grote kok in de hoek zetten. Nee, maar de rol van een partijleider is ook dat je in het openbaar laat weten waar jouw partij staat en waar je zelf staat. Ja. En ik heb ook tegen Wim Kok en overigens ook tegen Jacques Wallage gezegd dat ik ook in het openbaar zou zeggen. Oké, en dat vond dat ik goed. Het niet met ze. Ik heb ze medegedeeld dat ik dat zou doen. En ik heb niet om hun goedkeuring gevraagd. Nee. U heeft gisteren een aantal plannen gepresenteerd voor ons land. Zou u ons kunnen uitleggen waar in die plannen blijkt dat u doorheeft hoe diep de crisis is? Doordat wij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tijdens het maken van ons verkiezingsprogramma, een veel scherpere keuze maken bij hoe we de zorg willen organiseren. Een veel scherpere keuze maken bij hoe we op de arbeidsmarkt verder willen. Iets toevoegen aan onze voorstellen over de hypotheekrenteaftrek. Bij de blik op de toekomst, scherpere keuzes maken over wat wij met het onderwijs verder willen. We hebben overal dieper doorgedacht, omdat de omstandigheden daarom vragen. Maar zijn dit scherpere keuzes die ook
langjarige hervormingen impliceren? Me dunkt, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld bij de woningmarkt. Ja. Als je, we hadden een hervormingsvoorstel voor de hypotheekrenteaftrek. Ja. Dat hebben we nog steeds. Dat is de makkelijkste, want u was altijd al tegen die aftrek. Noem eens een ander voorbeeld. Bij de zorg. Ja. Daar dachten we heel lang van, nou, het hybride systeem wat we een beetje hebben, ja, met een beetje marktwerking en wat overheidssturing, zo kunnen we wel verder. Maar je ziet een explosie van de zorgkosten. Ja. En die kun je echt alleen maar aanpakken als je een heldere keuze maakt. En u denkt dat door meer staatsinvloed op de zorg, de zorgkosten naar beneden zullen gaan of minder hard zullen stijgen? Dat denk ik niet alleen. Dat denkt het Centraal Planbureau en die heroverwegingscommissies die we in 2010 aan het werk hebben gezet, die denken dat ook. Eigenlijk zeggen die, we zijn nu in het midden gevangen. Een beetje van dit en een beetje van dat. Dan loopt het uit de hand. Dus of je kiest radicaal voor alleen maar marktwerking, Amerikaanse toestanden, tweedeling in de zorg, dat zal de kosten kunnen sparen. Ik geloof het overigens niet, maar ik herken dat mensen die theorie aanhangen. Ik ben er niet één van. Of je kiest voor de andere kant en je zegt, we nemen de regie weer terug daar waar die hoort, namelijk bij de publieke verantwoordelijkheid. Zorgverzekeraars houden op met elkaar concurreren. En ze gaan weer doen wat ze moeten doen, namelijk in een regio de zorg zo goed mogelijk organiseren, dicht bij mensen en tegen zo laag mogelijke kosten. Ik zal u vertellen, door het systeem wat we nu hebben, hebben we bijvoorbeeld 8 spoedeisende eerste hulp in Amsterdam, terwijl er maar 4 nodig zijn om iedereen op tijd op een spoedeisende eerste hulp te krijgen. Maar word je wel goed geholpen? Ja, te goed. We maken mensen 2 keer beter. Dat is op zich heel aardig, maar daar heb je niets aan. Maar die marktwerking is natuurlijk ingevoerd een aantal jaren geleden, omdat we met z'n allen constateerden dat die zorgkosten explodeerden. We hebben de lijntjes naar de toekomst getrokken en we zeiden, hoe kunnen we ooit die zorg nog betalen? Ik heb vanavond een aantal sms'jes gekregen van mensen die zeiden, vraag alsjeblieft aan Diederik hoe die zorgkosten kan en hoe is de lijn gaan lopen en sinds het moment dat we die marktwerking hebben ingevoerd? Blijven lopen, maar is uw geloof, en we zijn voor geloof hier, maar is uw geloof dan dat als je de staat meer invloed geeft, dat die zorgkosten dan getemperd worden? Niet alleen de geloof, ook de feiten. Op het moment dat wij marktwerking gingen invoeren, en elke keer als we er weer een stukje aan toevoegen, onlangs bij de tandartsen, zeiden mensen ook, ja, maar dan gaan ze met elkaar concurreren, dan gaan de tarieven omlaag. Ja, de tarieven gingen omhoog. Ja. En het aantal verrichtingen ging ook nog eens omhoog. En die vermenigvuldigingsfactor is dus nog eens extra dramatisch. Waar je voor moet zorgen bij de zorg, is dat je zorg dicht bij mensen organiseert, in de eerste lijn, bij huisartsen. Maar dan moet je ook in ziekenhuizen minder doen. En door de marktwerking zie je nu dat huisartsen meer gaan doen. En verrek, ook ziekenhuizen gaan meer doen. Ja, dat is niet. Dat heb je niet nodig als je de zorgkosten wilt. Ik ga het even met u nog over wat cijfertjes hebben als u het niet erg vindt. Daar bent u een freak in. Dus ik kan er iets mee. Ja. Op dit moment bezuinigt het kabinet 18 miljard. We zitten in dat proces. Dat brengt het tekort op pakweg 4,5%. Neemt u in uw plannen voor de toekomst die 18 miljard bezuinigingen van het huidige kabinet in uw cijfertjes over? Het kabinet bezuinigt 18 miljard in 2015. En dan komen ze op 3,3%. In 2013, 4,6% tekort, bezuinigen ze ongeveer 10 miljard. Daar draaien wij grosso modo 3,5 miljard van terug. Dat zijn bezuinigingen bijvoorbeeld op het passend onderwijs, die we absoluut niet willen. Bezuinigingen zoals eigen bijdragers bij de GGZ, waardoor de mensen op straat rondlopen die zorg nodig hebben. U neemt niet het hele pakket van Rutte over? Nee, absoluut niet. U neemt wel een groot deel van Rutte over? Een deel wel. Bezuiniging op defensie. Doen ook pijn, maar nemen we over. Maar bezuiniging op de overheid. 15 miljard houdt u over van de bezuiniging van 18 miljard. Ik had het net over de 10 miljard in 2013. Ja. Daar draaien we over 3 miljard van terug. Van die 18 miljard in 2015, dan loopt het, het zo met elkaar mee. Maar je kunt zeggen dat wij iets meer dan een derde terugdraaien. We laten ook iets overeind. Defensie, ik zei het al. Ja. Ook de kosten van het overheidsapparaat. Maar dat betekent dat als u nu in het katshuis zou zitten, dat u dan meer zou moeten bezuinigen dan het kabinet nu moet doen. Ja, want dit was nog maar één stukje van het verhaal. Vervolgens voeren wij 4,5 miljard aan extra bezuinigingen in. Bijvoorbeeld op? Minder aanleg van wegen. Door die keuze in de gezondheidszorg besparen wij al in 2013 meer dan 1,5 miljard euro. Dat zijn keuzes die er overigens ook in. Door de keuzes die wij op de arbeidsmarkt maken. Loondoorbetaling van de WW door de werkgevers bespaart 1 miljard euro. Dat doen we al in 2013. Dus bij elkaar is dat 4,5 miljard extra aan bezuinigingen. Dan bezuinigen we dus meer dan we terugdraaien. Ja. En we verhogen de lasten voor de hoge inkomens en de hoge vermogens. Hoeveel boekt u daarvoor in, voor die belastingverhogingen? In 2013 een aantal miljarden. Ik denk een stuk of 3 voor deze belastingverhogingen voor de hoogste vermogens. Van deskundigen hebben inmiddels uitgerekend dat een belastingverhoging op vermogen, wat u doet, op rendement van vermogen van 1,2 naar 1,6, maar het wordt ingewikkeld. En 60% schaal voor de hogere inkomens, dat bij elkaar helemaal niet zo gek veel oplevert. Me dunkt, 1,1 miljard is al uitgerekend door het Centraal Planbureau in 2010, want dit stond al in ons verkiezingsprogramma van 2010. Conclusie is wel, het is te weinig. U gaat die 3% die Brussel eist nooit halen. Het is een hoop.
Maar we halen niet de 3%. We halen wel de veel belangrijkere afspraken in het Stabiliteits- en Groeipact. Namelijk dat je structureel van een te groot tekort, want dat hebben we nu, laat daar geen misverstand over bestaan, structureel gestaag naar de nul beweegt met een bepaald tempo, 0,5% per jaar. Dat halen we. Ja, maar ja, dus die andere haalt u niet. En die was wel belangrijk. Zijn nee, deze, tegen ons. Deze was belangrijker. En de andere, daar zou je aan moeten voldoen. Tenzij je in buitengewone omstandigheden verkeert. Nou, dat verkeren wij niet, want we zijn een van de rijkste landen van de wereld. En wij dus zijn die niet. Het enige land in Noordwest-Europa wat op dit moment in een recessie terecht aan het komen is. Naast ons groeit het. Je zou je kunnen afvragen welk kabinet, maar goed, laten we dat niet doen. Laten we gewoon de feitelijke constatering doen. Wij krimpen, en dat is een buitengewone omstandigheid. Sterker nog, het is dezelfde omstandigheid waarmee we een aantal jaren geleden ook een uitzondering hadden. Ja, maar Brussel zei wel, jongens, in dit geval geldt het niet. Die commissaris heeft dat al lang verteld. Ja, Brussel heeft wat dat betreft een beetje voor de beurt gesproken. Want wij hebben Brussel, wij, Rutte, heeft Brussel nog niets gevraagd. Wij hebben nog niets hoeven inleveren. Nee, dan kun je nagaan hoe stellig ze zijn. Ja, maar als ik naar Brussel zou moeten, zou ik vol zelfvertrouwen gaan. Omdat wij niet alleen structureel dat saldo op orde krijgen. En, het is nog veel belangrijker, voor de lange termijn is onze opdracht groter, hè, dan alleen het begrotingstekort. We hebben ook nog een vergrijzingsgolf die eraan komt, die allerlei extra kosten, die we overigens graag willen dragen, maar die zijn er wel. Ja. Die we maar een bekend econoom van de Partij van de Arbeid, de heer Vermeent, u niet onbekend waarschijnlijk, die heeft gezegd, Diederik, ga nou alsjeblieft terug naar die 3%. Wees nou niet zo onverstandig. Ja, ik heb hem gehoord, ik heb hem erover gesproken. Heeft het tegen u zelf gezegd? Heeft u hem ook gebeld? Ja. Nee, hij was gisteren bij de presentatie aanwezig. Zo aardig was hij. Ja, dat was ook heel mooi. Ik heb hem ook even, daarom, persoonlijk spreken is soms beter, maar ik heb hem ook, hij heeft geen enkele financiële en zeker geen economische reden om het te doen. Nou, dat lijkt mij wel natuurlijk. Want op het moment dat Brussel zegt 3% en de markt en Moody's zegt, jongens, we halen een triple A'tje eraf en Nederland moet veel meer rente gaan betalen, spaart u, hoe heet dat, het paard achter de wagen. Dat klopt, maar dat zou zijn als Moody's op die manier zou redeneren. Dat is zo'n kredietbeoordelaar. Heeft u enige garantie dat ze dat niet zouden doen als u het tekort niet naar 3% brengt? Heeft u de omgekeerde garantie? Nee. Van kredietbeoordelaars heb je geen garanties. Dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Oh, wat deden ze het goed bij de bankencrisis. Maar laten we kijken naar waar zij nu naar kijken. Zij kijken naar of je op lange termijn de financiën op orde krijgt. Dat doen wij als geen ander. Sterker nog, op de langste termijn met extra hervormingen doen we het beter dan het kabinet Rutte. Want die durft niet te hervormen. Wij wel. Dat weet u nog niet. Wij wachten met vreugde de CPB-cijfers af. Wanneer komen ze, meneer Samson? Laatste week van april hebben ze mij verteld, maar die had ik dus niet nodig. Wij maken plannen, politieke keuzes, niet gebaseerd op het CPB-cijfer. Ik wil wel graag weten wat ze ervan vinden. Ja, dat horen we dan wel. Okay, dank voor uw komst. Ja.